Aanstaande zondag gaat al eindelijk die swingende musical Jersey Boys in première. En dat was nog even heel erg spannend of René van Kooten daar eigenlijk wel zelf bij kon zijn. Ja, want vorige week zouden de eerste try-outs zijn. Die gingen niet door omdat René van Kooten een beginnende longontsteking had. En afgelopen zaterdag was hij er al wel bij. Toen zijn er ook foto's, scènefoto's gemaakt. Het is een musical die al een hit is in Londen, op Broadway, overal. Die maanden moet gaan spelen in dat Beatrix Theater in Utrecht. Waar iedereen helemaal klaar voor is. De nieuwe grote Joop van den Ende musical in. Ja, dan kan het toch niet zo zijn dat René van Kooten daar niet bij is. Nou, die is erbij, hij is weer hersteld en we spraken hem vanmiddag. Het was wel even schrikken, maar de kuur die ik had, de medicijnen, sloeg er erg goed aan, gelukkig. En daar voel ik me wel nog heel slap van, maar qua stem en qua luchtwegen is het een stuk beter. Het is, ik moet wel hoesten, en, maar slijm is weer wit, zullen we maar zeggen. Ik ben zelf ook altijd het moeilijkste, ja. Ik was ook helemaal, het bedrijf, iedereen van hier zei ook van Jersey Boys van rustig aan, neem je tijd. Maar ik wilde zelf, was heel blij dat ik zaterdag het wel weer kon proberen. Ik was helemaal kapot na afloop, maar het was het wel waard. We hebben nu 3 try-outs gedaan en het publiek breekt je tent af. Ik zit echt elke keer aan het kijken van wauw, ik vond het wel leuk, maar blij dat jullie het ook allemaal zo leuk vinden. Ja, en ik kan zondag niet, ik baal, maar ik ga morgenavond wel kijken. Ik ben erg benieuwd. Nou, we horen het vast.